Om zijn taken te kunnen uitvoeren heeft de computer gegevens nodig. Voor het invoeren van deze gegevens kunnen we gebruik maken van invoerapparaten zoals het toetsenbord en de muis. Gegevens kunnen niet enkel tekst en getallen zijn, maar bijvoorbeeld ook foto's, geluid of videobeelden. Eenmaal de gegevens in de computer aanwezig zijn, moeten we vertellen wat ermee moet gebeuren. Met andere woorden, we geven de computer een opdracht. We zouden de gegevens door de computer kunnen laten verwerken. Bijvoorbeeld een lijst met klantgegevens kan alfabetisch worden gesorteerd. De kleuren van een foto kunnen worden bijgewerkt of videobeelden kunnen worden voorzien van ondertiteling of achtergrondmuziek. Na verwerking kunnen de gegevens worden uitgevoerd. Tekst en foto's kunnen op het beeldscherm worden getoond of via een printer worden afgedrukt. Geluid kan door de luidsprekers worden afgespeeld. We kunnen de computer ook de opdracht geven om de gegevens tijdelijk of permanent op te slaan. Ze kunnen dan op een later tijdstip weer worden opgehaald voor verdere verwerking.